De Surinaamse regering is niet onder de indruk van de beoordeling die ratingsbureau Standard & Poor's gisteren aan Suriname heeft gegeven. Het bureau heeft de kredietwaardigheid van ons land naar CCC teruggebracht. Een CCC-kredietoordeel wordt in de internationale financiële wereld gezien als zeer risicovol. In het persbericht laat de regering via het Nationaal Informatieinstituut optekenen dat er sprake is van een wereldcrisis die te maken heeft met de coronapandemie en die ook merkbaar is in Suriname. Om deze crisis het hoofd te bieden, is er inmiddels een nationaal crisisplan opgesteld. Zo zijn er acties ondernomen om samen met de vakbeweging een aantal belastingverlagende maatregelen te bespreken. Daarnaast worden ook voorstellen gedaan door de VSB en de ASFA en bestudeert ten slotte vraagt de regering aan de gemeenschap om de handen ineen te slaan om de crisis te overbruggen.